Niet alleen in de grote tenten van Noorderzon zijn spectaculaire voorstellingen te zien. Ook in de containers kan de Noorderzonbezoeker een bijzondere avond meemaken. In een van die kleine theaters vond gisteravond de voorstelling Dennendal plaats. Over het gelijknamige zwakzinnige instituut dat in de jaren 70 na allerlei conflicten door de politie ontruimd werd. In de voorstelling spelen Joris Smit en zijn vader Barto, die destijds zelf bij het instituut werkte. Ik zie ineens Piet, Piet. Ik grijp hem bij zijn kraag en ik sleur hem mee naar binnen. Piet, Piet, ik zet hem tegen de verwarming, want daar is hij veilig. Piet, alles komt goed, alles komt goed. Maak je geen zorgen. En Piet zegt, ik heb een auto. Ik zeg, echt waar, Piet? Fantastisch, dan kunnen we zo snel mogelijk weg hier, of niet, Piet? En Piet zegt, nee. En ik zeg, nee, Piet, waarom niet? Hij zegt, nee. Ik zeg, nee, inderdaad, Piet, je hebt gelijk. We gaan niet zomaar weg. Inderdaad. Knus is het, zo'n container, maar ook bloedheet. En dit is zo klein dat alles echt in die ruimte blijft. En dan wordt het heel veel. En dan is het hard werken en warm natuurlijk. Dus een beetje benauwd. Maar ik denk dat het stuk wel overeind blijft. En de mensen vinden het heel erg mooi. Ik hoor heel toffe reacties. Nu viel het wel mee. Maar de eerste voorstelling van vanavond om 7:30. Nou, dat was echt een mevrouw die helemaal flauw viel van de hitte. Al die andere pupillen worden één voor één uit hun vertrouwde omgeving gehaald. Ze moeten hun spullen achterlaten, de spullen waar ze zo aan gehecht waren, waar ze zich zo thuis voelden. Die worden één voor één in een bus gegooid en gewoon weg. Dit is pure deportatie. Waar doet me dit aan denken? Dit kan niet. Dit kan niet gebeuren. En dan komt de straaljager over. De bezoekers vonden het een mooie voorstelling. Ik ken het verhaal een beetje. Ik kan me nog van vroeger iets herinneren over de hele Dennenoord affaire. Dennendal is het natuurlijk, ja, sorry. Dennendal. En Karel Mulder, ja, ik weet dat nog. En dat heeft toen op mij ook een hele grote indruk gemaakt dat daar zo'n ongelooflijke ME-bezetting op af moest komen om dat allemaal te ontruimen. Ik vond het heel leuk hoe er gespeeld werd met werkelijkheid, wat werkelijkheid was en wat toneel was. En ja, er zaten diverse emoties in waar je wel mee werd genomen. Lijkt me ook wel bijzonder om met je eigen vader op het toneel te staan. Ja, dat lijkt me ook wel. Nou ja, het aardige is ook dat ik ze allebei ken. Dus dat maakt het nog een keer extra leuk. Morgen in het Noorderzonjournaal kijkt Oog mee met de voorstelling Urban Lies.